moet ik notabene in de wandelgangen horen dat mijn aanstaande echtgenoot min of meer failliet is. Nou, dat is toch niet normaal? Ik vind het gewoon ontzettend moeilijk. Ik bedoel, dat zijn hele, hele zware tijden op de financiële markt. Maar het is net alsof zij van een heel andere planeet komt. Ze heeft geen idee. Dat komt omdat hij niet met me praat. Het is net een oester, dokter Rossi. Communicatie, ho maar. Zij luistert niet. Ik bedoel, het enige waarmee zij bezig is dansen naar de pijpen van haar familie. De grote kerk afhuren. Terwijl ik het graag intiem wil houden. Ik bedoel, ze luistert niet en ze ziet me niet. Zeg dat nou eens tegen mij in plaats van tegen dokter Rossi. Ze luistert niet en ze ziet niet. Ja, je praat tegen mij. Kijk naar mij. Ik zie best dat jij het moeilijk hebt. En ik wil je graag steunen en helpen. Een gemeenschap van goederen trouwen. Wat van mij is, is van jou, liefste. Dat zou andersom toch ook zo zijn? Waar zou je zelf het liefste willen trouwen, Olie? Nou, in een klein kerkje. Als compromis, zodat iedereen gelukkig is. Maar dan denk je wel weer alleen aan anderen, hè? Ja, nou en? Wat is er mis mee dat ik aan anderen denk? Ik heb graag iedereen gelukkig, ja. Nee, maar dat schijnt tegenwoordig niet meer te mogen, hè? In deze godverlaten individualistische maatschappij. Nou...